17 miljoen euro. Dat is het bedrag dat staatssecretaris Wilma Mansveld vanochtend overhandigde aan gedeputeerde Mark Bouwmans. Het geldbedrag wordt gebruikt om een snelle treinverbinding naar Bremen mogelijk te maken. Het bedrag komt bovenop de 85 miljoen euro die al door de provincie beschikbaar was gesteld. We hebben gezegd dat we prioriteit stellen aan grensoverschrijdend spoor. Nou, we hebben natuurlijk een lange grenslijn met Duitsland. Nou, er zijn een aantal spoorovergangen, een daarvan is Groningen-Bremen. En daar hebben we prioriteit aan gesteld. Dat is om een heleboel redenen heel belangrijk, want daarmee kan het project in ieder geval doorgaan. Maar ook heel belangrijk is dat dit een goed signaal is naar Berlijn. En dat hebben we nodig om in Europa nog wat extra geld op te halen en in Duitsland, zodat het project nog wat mooier kan worden. Met de snelle treinverbinding moet de reistijd tussen Groningen en Bremen van nu 3 uur teruggebracht worden naar 2 uur. Voordat de snelle trein echter kan gaan rijden, moet er nog wel veel gebeuren. We moeten veel investeren in Nederland en in Duitsland. Het gaat dan onder andere om 2 keer 5 kilometer die tweesporig moet worden, nog wat andere aanpassingen. Hoofdzaak is dat ongeveer 65% van de investeringen gaat in Duitsland plaatsvinden en de rest in Nederland. En daarom is het ook zo belangrijk dat de staatssecretaris hier vandaag is, want dat is een goed signaal naar Duitsland, want die moet wel meewerken aan de realisatie van dit project. De bedoeling is natuurlijk dat we gaan kijken, wat zijn nu de problemen, hoe gaan we die oplossen, wat zijn alle varianten, is dat kosteneffectief en belangrijk ook, wat gaan de Duitsers van hun zijde bijdragen. Lobbyen met Duitsland, wat is uw verwachting daaromtrent? Nou, dat is nog best een hele klus die we daar te doen hebben, maar daar investeren we heel veel tijd en energie in. En we hebben er alle vertrouwen in dat met de steun van de Rijksoverheid in de rug, we het weer wat een stap dichterbij kunnen krijgen. Het komende jaar zullen de plannen voor een snelle spoorverbinding met Duitsland verder ontwikkeld worden. We zijn nog een jaar aan het studeren, engineeren, het preciezer maken van alle gegevens. En ja, dan willen we eigenlijk een besluit gaan nemen. En dat jaar willen we ook gebruiken om de lobby richting Duitsland verder op te voeren. En het zou mooi zijn als de trein voor 2020 rijdt zoals wij de ambitie hebben. Dus als alles mee zit, dan rijdt deze trein over 6 jaar in 2 uurtjes naar Bremen.